Vandaag houdt de apostel Johannes ons deze tekst voor. 1 Johannes 5 vers 3. God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Tijdens een radio-interview ergens in Zuid-Amerika vroeg de presentatrice wat ik ervan vond dat je in sommige kerken de voorganger om toestemming moet vragen om op zondagmorgen een andere kerk te bezoeken. De vraag verraste mij niet. Op uitnodiging hielden we die week in het land een meerdaagse conferentie over genade. Een van de voorgangers had zijn gemeenteleden verboden om onze conferentie bij te wonen. En hij had een aantal van zijn mensen gestuurd om de namen van gemeenteleden te noteren die de conferentie toch bezochten. Dus, al met al een heikele vraag. Gelukkig kwam een uitspraak van kerkvader Augustinus bij me boven, die ooit heeft gezegd in een preek: heb God lief en doe wat je wil. Met dit antwoord omzeilde Augustinus de vraag naar allerlei regeltjes. Het gaat om je hart en om je liefde voor God. Want als je God lief hebt, is heel je hart op hem gericht en doe je toch wat hij wil. Als mensen Gods liefde hebben ontvangen, beantwoorden en doorgeven, dan hoef je hen niet met een opgestoken vingertje te zeggen wat ze wel en wat ze niet mogen. Weet je nog, de wet van de liefde is de wet van de vrijheid. Wie Gods liefde kent, laat zich niet langer in een keurslijf persen. Heb God lief en doe wat je wil. Dat was Augustinus' manier van leven om de zonde te ontwijken en zich aan Gods geboden te houden. Want wie God van harte lief heeft, wil hem niet kwetsen. Je wilt niet dat je relatie met hem verstoord wordt. Dat hoort bij de nieuwe schepping die je bent. Jezus bracht geen nieuwe regels, maar maakte ons tot een nieuwe schepping. Je gaat dan zo op in Gods liefde dat je als vanzelfsprekend naar zijn hart gaat handelen. Het is de geest van Jezus die zo het leven van Jezus in jou gaat leiden.